Leerlabs, dat zijn groepen, collega's, medewerkers, studenten van Curio, maar ook daarbuiten, die samen werken 2 jaar lang aan een vraagstuk wat leeft binnen de scholen of in de maatschappij. Een thema waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben is bijvoorbeeld kritisch denken, sociale veiligheid, een andere manier van toetsen, wat we formatief handelen noemen. Maar we pakken ook dingen aan zoals bijvoorbeeld taalkansengelijkheid, flexibeler onderwijs ontwerpen en we doen ook dingen met het praktijkgericht programma. Dat zijn een paar voorbeelden. Dit is dus echt opgezet omdat we gevraagd hebben aan docenten bij Curio, hoe wil jij nou eigenlijk innoveren? Wij willen dat samen doen met andere leraren, we ontmoeten elkaar veel te weinig en we willen veel meer ruimte, tijd en geld om te mogen experimenteren. Een leerlab is echt iets voor jou als je denkt, ik zit met een vraagstuk, ik weet niet wat ik ermee aan moet en ik wil heel graag dit samen met andere mensen binnen het onderwijs uitzoeken, dan moet je bij ons zijn.